Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van 19 december. Er is veel bewolking in het land en het blijft op de meeste plaatsen grijs. Soms valt er ook wat lichte motregen, met name in de oostelijke helft van het land. En lokaal is het ook nevelig en misschien komt er ook nog wel mist voor. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 4 en de 6 graden. En er staat een zwakke, soms matige wind uit westelijke richtingen. Vanmiddag stijgt het kwik iets en wordt het uiteindelijk zo'n 5 graden in het oosten en 7 of 8 graden in het westen. Misschien dat eventjes de zon doorbreekt langs de kust, maar de bewolking zal blijven overheersen. Ook vanavond nauwelijks verandering in het weerbeeld. Veel wolken en een spatje moordregen. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. De temperatuur blijft wel boven het vriespunt. Het is zo'n 4 tot 5 graden. En ook komende nacht verwachten we geen vorst. Morgen weinig verandering in het weerbeeld. Het blijven de donkere dagen voor kerst met veel bewolking. Smiddags wordt het wel 7 tot 9 graden. En dat is vrij zacht voor deze tijd van het jaar. En ook de dagen erna blijft bewolking de boventoon voeren. Donderdag wordt het zo'n 9 graden, vrijdag ligt de temperatuur rond de 8 graden. En dat geldt ook voor de zaterdag. Er is dus veel bewolking, slechts af en toe wat zon en soms valt er wat regen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.